De Verkerk in het wit. In haar kwartfinale tegen de Française Celine Lebrun. Stand is gelijk, halverwege de golden score. 49 seconden, nu de aanval van de Française. Geen score. Ze schudt het hoofd, Lebrun. Keek verwachtingsvol naar de scheidsrechter. Maar die gaf niks. Je moet nu actief zijn. Je moet de scheidsrechters overtuigen van jouw gelijk. Nu gaat de Française naar de knieën. Is dat een schijnaanval? Kan ze een straf krijgen? Wint Verkerk. Wat doet de scheidsrechter? Die doet niets. Had je mee, zegt hij. Beginnen. Goed, Verkerk tikt tegen het voetje. Tikt tegen de voeten van de Française om te zeggen van ik ben actief, ik val aan. Dan gaat de Française weer. Is dit een schijnaanval? Het woord is aan de scheidsrechter. Nee. Ga door. Zelfde laken een pak. Tikken. Nu gaat Verkerk naar de grond. Dat tikken met die voeten, daarmee geef je aan, ik ben actief, ik val aan. En daarmee probeer je de scheidsrechter te overtuigen dat jij de winnaar bent, de meest actieve judoka. Nu gaat Verkerk weer naar de grond, buiten de mat, Maté. Laatste 5 seconden. Tikken met de voeten. Doe nog 1 aanval en je bent er. Daar is de zoomer. Wie oh wie. Wie oh wie. De scheidsrechters gaan beslissen. Wie vinden de scheidsrechters beter? Is het blauw Lebrun of wit Verkerk? Blauw, wit, wit. Verkerk. Verkerk wint. De hoofdscheidsrechter zegt blauw. Maar Verkerk wint toch, want de 2 hoekscheidsrechters geven wit. Verkerk neemt wraak voor de nederlaag in Parijs. En zij elimineert een van de topfavorieten. Celine Lebrun ligt eruit. Heel goed gedaan.